De gemeente Overbetuwe wil graag zichtbaar zijn als het gaat om duurzaamheid. Dat is dan ook de reden dat deze verplaatsbare duurzaamheidsgate gemaakt is. We komen graag naar inwoners toe om samen in gesprek te gaan en samen in actie te komen voor duurzaamheid. Nou, dat kan heel mooi met deze gate, het spreekt aan. En dat nodigt uit om in gesprek te gaan met elkaar. En kunt u ons ook wat meer vertellen over deze duurzaamheidsgate? Ja, het ontwerp van deze duurzaamheidsgate is eigenlijk gemaakt door jongeren. Die hebben tekeningen gemaakt wat voor hun duurzaamheid is. En deze tekeningen zijn eigenlijk de basis voor het ontwerp van deze gate. En die zijn hier eigenlijk allemaal op terecht gekomen. Nu staat de gate nog op de gemeentewerf in Elst. Het is de bedoeling dat de gate in het najaar op verschillende plaatsen in de gemeente wordt ingezet als informatiepunt. Mensen kunnen eigenlijk met allerhande duurzaamheidsvragen naar de gate toekomen. Dat kan gaan over klimaatadaptatie, wat kan ik nou doen in mijn tuin, het plaatsen van een regenton. Allerlei acties die je kan doen, meer planten in de tuin. Maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld energiearmoede, wat als ik mijn energierekening niet meer kan betalen. Tot aan ik wil een warmtepomp of hoe kan ik nog beter omgaan met het scheiden van mijn afval. Dus eigenlijk heel veel verschillende vragen. Kan informatie gevonden worden in deze duurzaamheidsgate. De gemeente Overbetuwe is erg blij met de duurzaamheidsgate. De gemeente hoopt op deze manier een stuk duurzamer te worden. De hoofdreden is dat we samen aan zet zijn om duurzaamheid echt te laten slagen. En het begint met elkaar in gesprek zijn. En dat is een hele mooie basis om bewust te zijn, maar ook daarna natuurlijk over te gaan tot actie.